Ik zou zeggen, dames en heren, renners maken er een mooie wedstrijd van. En ga je gang. Mooi startschot, dat is mooi. Hoeveel deelnemers zitten erbij? We hebben gelijk al een afscheiding, we hebben een aantal mannen die te zien hebben, ik zie. Ja, zo, we hadden een grote wijze in de kurs. Kerst, ik zie nog een paar bekenden. Wie zat er daarbij? En dan moet ik gelijk al weer op de koel. Oh, er wordt gewoon wat gereden, mannen. Een groot skeleton.
Wacht maar even, Frank.
Hoe ligt net al?
slag, hè, kom op. Frankie, zeg je hem?
Is de slag lekker?
Frank zit erbij, Kas.
Loop uit.
en alle gefinishte renners van achter het hek, de gebroken renners gaan de wedstrijd verlaten. Mag nu weer even de trap dalen, even wachten. De gebroken wedstrijd, de renners mogen de wedstrijd verlaten. En er wordt niemand uitgereden over de trap. Sorry, moet je finishen? Ja, ga door. Niet zeggen. Nu hoor, Marcel. Oh, holla. Morgen op YouTube. Ja. Oké, okay, en voor deze renners ook nog drie ronden. Voor de 3-4-5 in de wedstrijd. Nog drie ronden. En gaan alle renners die gefinisht zijn van achter het hek. Oh ja, dat mag niet eigenlijk. Dat kan niet. Goed, hier hebben we 3 ronden en de gevonden renners verlaten de wedstrijd. Voor deze groep nog 3 ronden en de gevonden renners verlaten de wedstrijd. De 3 ronden en de gevonden renners verlaten de wedstrijd komen niet meer over de troost. En ook voor deze man nog 3 ronden. Twee zijden gewonnen is, dan mag je de wedstrijd verlaten. En dan hebben we de weglopers gewonnen. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden gewonnen. Het zijn gelost. Dat is Casper, ja. En die anderen zijn ook gelost allebei. Ja, gedubbeld ook wel, of niet? Ook al een keer gedubbeld, ja. Oké, mannen, jullie mogen de wedstrijd verlaten. Jullie zijn gedubbeld. Jullie worden op het kamp van de moeite. En een fijne wedstrijd verrukken. Voor de laatste ronde beginnen, dat is Frank van den Broek en zijn worstje al aan de deur. We gaan bellen voor de laatste ronde, mannen. De laatste ronde. En ook voor deze 3 mannen gaan we bellen voor de laatste ronde. We bellen van Taco van de Heer, Keuver en Kees en David van den Berg. De laatste ronde, mannen.
En ook voor deze groep gaan we tol voor de laatste ronde, maar we rijden voor de zevende plek in de wedstrijd. En we rijden voor de zevende plek in de wedstrijd. Met vier prijzen te verdelen in deze groep. We krijgen aankomst en het is Frank van de Broek. Ja, het is Frank van de Broek die de worstel allemaal nog weer te verstaan. Dames en heren, maar een hartelijk applaus voor de winnaar van vandaag. Frank van de Broek op de tweede plek. Niemand minder dan zijn partij allemaal, dames en heren. Ik ben tevreden met mijn vijfde plek. Kom eens even kijken, uitkijken, er wordt gesprint achterin. Oké, maar er wordt gesprint voor de zevende plek in de wedstrijd. En die gaat het worden. Ik weet het niet, ik ken al die namen die van de jongen. Dus hier wordt een man onder nummer 25. Dat is een 27-90. Oké, dan is het over en nu gaat het de winnaar van de dames, Ellen van Dijk, die hier door in het grote peloton eerste geworden bij de dames. Of het niks is, het is altijd geweld.